In deze video ga ik het meest zeldzame starstable-paard ooit kopen. Dit heeft Starstable ook echt nog nooit gedaan. Zin is opgegeten door de spin. Oh, we zijn gepakt door Galloper Thompson. Oh jee, deze spookrit gaat gewoon echt helemaal fout. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Starstable video. En in deze video gaan we echt het meest zeldzame paard van Starstable ooit kopen. Dus heb jij er nou zin, doe dan vast zeker een duimpje omhoog. Maar eerst is het natuurlijk weer tijd voor de reactie van de week. En dit keer gaat die naar Jorien. Weer een mega leuke video zoals altijd. Wat een super lieve reactie, heel erg bedankt. Wil jij kans maken om genoemd te worden in de volgende video? Blijf deze video dan zeker kijken. Want ergens in deze video geef ik jullie een emoji. En als je die emoji in je reactie zet onder deze video, maak jij kans om genoemd te worden in de volgende video. Laten we snel gaan beginnen. Ik loop in de Gouden Heuvelvallei. Ik was bezig met die pompoenenmissie om die pompoenen te zoeken. Dus laten we maar heel erg snel naar het portaal gaan. Want ik zei het net al. In deze video ga ik het meest zeldzame starstablepaard ooit kopen. Namelijk een nieuw Halloween paard. Eerst had ik twijfels of ik hem wilde kopen. We zijn ondertussen in het bolwerk. Maar ik had dus eerst echt twijfels of ik wel een van de nieuwe paarden wilde kopen. Maar toen zag ik een reactie van Jessie onder mijn vorige video. En zij zei dat Bolt, een van de nieuwe paarden, robotgeluiden maakt. En ik kon dat echt niet geloven, dus ik ging het opzoeken. En het is echt waar. En het is geweldig, dus ik was gewoon gelijk verkocht. Ik denk, ik moet dat paard hebben. Dit heeft Starstable ook echt nog nooit gedaan, dus ik moet hem kopen. Ik moet hem gewoon kopen, dus we gaan hem kopen. En hier zo staat hij dan. Dit is het paard waar het om gaat, het robotpaard. En ja, we gaan hem gewoon gelijk kopen. Ik heb nog niet nagedacht over een naam, maar het leek me wel leuk om iets met metal te doen. Ik heb een naam uitgezocht. Het wordt Metal Power. En ik vind voor magische paarden altijd leuk om ze leeftijdloos en geen geslacht te doen. Dat vind ik altijd wel grappig. Nou, laten we hem gaan kopen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja, we gaan hem kopen. En we hebben hem gekocht. Ik kan echt niet wachten. Oh, maar ik heb... Oh nee, wacht. Er is hier natuurlijk gewoon een opslag. Dus ik kan er nu gelijk op rijden. En dan kan ik gewoon een nieuw setje uit mijn opslag halen. Oké, we hebben hem gekocht. Jongens, zijn we klaar voor deze super fantastische geluidseffecten die dit paard maakt? Want luister gewoon even naar de geluiden die dit paard maakt. Dit is geweldig. Dit is echt helemaal fantastisch. Ik vind het echt helemaal geweldig. Dit paard maakt echt... Dit is gewoon... Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik had hier nooit zelf bij nagedacht dat Starstable dit zou doen om een robotpaard... Wat is die... Kijk nou. Iemand is daar aan het vliegen. Oké. Gaat het helemaal goed daarboven? Oké, dat is een of andere glitch van Starstable. Maar... Dit had ik nooit verwacht, dat Starstable dit ooit zou doen. Om echt robotgeluiden te maken voor dit paard. Ik vind het echt helemaal fantastisch. Dit is echt geweldig. Oké, ja, ik ben helemaal fan. Ik ben helemaal geweldig. Ja, gewoon helemaal top. En wat ik ook nog heel graag wilde kopen. Even kijken hoeveel starcoins ik heb. Nou, nog genoeg. Ik heb nog genoeg starcoins. Want in de vorige video had ik al gezegd dat ik dit huisdiertje, deze drone, echt helemaal geweldig vind. En ik denk dat ik spijt ga krijgen als ik hem niet ga kopen. Dus... Oeps, ik heb hem gekocht. Die hebben we ook gewoon gekocht. Want ik vind die gewoon echt heel erg leuk. Dus laten we nu eventjes naar mijn opslag rijden hier zo. Bij het bolwerk. En dan gaan wij even een leuke outfit uitkiezen voor dit paard. En misschien dat ik wel gewoon de outfit koop die erbij past. Als ik niet echt iets moois kan vinden wat bij dit paard past. Maar dan gaan we wel even kijken. Want hier is de opslag. Ik kan ook echt alleen helemaal niks zien op deze manier. Wacht, we moeten even... aan de andere kant gaan staan, dat we wel iets kunnen zien. Oh, nu gaat er weer iemand in mij staan. Ach, Starstable, je moet zorgen dat je niemand ziet als je dit opent. Dat is zoveel makkelijker, want nu kan ik echt helemaal niks zien. Zo, dan gaan we even erop staan. Oké, nu kunnen we onszelf goed zien. Laten we even kijken wat ik aan ga doen. Is het leuk als je gewoon een normaal hoofdstel om dit paard doet? Op zich, deze kan wel. Deze zwarte, ja, deze gaan we doen. Even kijken voor een zadel. Ik denk dat ik gewoon voor een normaal zwart zadel ga. Even kijken wat voor kleur dekje hier leuk bij zou staan. Aan de ene kant, ja, deze, die past erbij. Deze gaan we doen. Nee, we laten hem zo. Laten we even kijken voor mezelf, want nou, mijn outfit moet natuurlijk ook een beetje bij passen. Deze vind ik voor nu niet zo leuk. Is dit leuk? Dit past er op zich wel bij, toch? Ja, we doen gewoon deze. Dan kan deze weer even daarheen. Ik denk dat ik hem dan even zo ga laten. Wauw, ik vind het paard echt helemaal... Wacht, nee, we moeten een zadeltas... Want ik wil mijn drone heel graag kunnen gebruiken. Laten we deze maar even gewoon doen. Want dan kunnen we deze erin doen. En ik vind het echt helemaal leuk. Kijk!
Oh, dit is leuk. Ik vind het echt leuk dat we zo'n eigen drone hebben. Ja, ik heb hier helemaal geen spijt van, jongens. Nee, helemaal niet. Die geluiden erbij. Oh, dit is echt helemaal leuk. Helemaal fantastisch. Maar wat ik ook nog wilde doen deze video. Want ik heb dus bijna genoeg botten om zo'n gratis huisdiertje te krijgen. Maar nog niet helemaal genoeg. Dus ik wil heel graag nog één keer de spookrit rijden. En dan hopen dat ik genoeg botten... Of dat ik genoeg dingen vind tijdens de spookrit. Zodat ik genoeg botten heb op het einde. En dat ik dan een huisdiertje kan krijgen. Tot nu toe kan ik alleen nog maar het konijn. Want ik heb nog geen kattenhalsband gevonden. Maar wie weet vinden we die wel. Dus laten we erheen gaan. En daar zijn we weer bij de spookrit. Oké, ik wil wel dat mijn drone eruit gaat. Dat vind ik gewoon helemaal fantastisch. Oeh, hier is een zuurscherf. Die nemen we mee. Oh, daar loopt Kalapar. Oh, die heb ik nog nooit gehad in dit parcours. Kan je die achterna gaan of word je dan gepakt? Ik denk niet dat het goed is eigenlijk als die jou ziet. Dus ik heb zo'n gevoel. Ik weet het niet hoor. Loopt hij gewoon rondjes? Ik denk het wel. Ik denk dat we een beetje moeten uitkijken. Oké, we gaan door. Oh, daar komt hij. Oh, wauw. Ik vind het wel grappig. Dit had ik niet verwacht. Huh, waarom zat hij hier? Kan je met hem praten? Stephanie, ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik ben blij dat ik je ben tegengekomen. Wil je me alsjeblieft terugbrengen naar Monsieur Yidris? Volgens mij spookt het in dit bos. Oké, ga met me mee. Bedankt. Oké, nu moeten we Yidris gaan zoeken. Ik heb deze nog nooit gehad in het spookbos. Dat je dit krijgt met Galloper en zo. Oh, hij komt weer. Hij komt weer. Oh nee. We moeten ons verstoppen. Of komt hij wel hierheen? Ik weet niet welke kant hij op gaat. Staan we goed hier? Oh, hij gaat daarheen. Oké, we staan veilig. Oh, wat spannend, joh. Kijk hem gaan. Straks pakt hij ons. Oh nee. Misschien staat hier dus wel bij dat geheime plekje waar je heen moet om de huisdiertjes te maken. Dus laten we daar een kijkje nemen. Ik had wel alweer wat verschillende... Oh, wacht. Ik ga er bijna voorbij. Ik had wel verschillende items gevonden. Een paar veren. Is Yidris hier? Nee, Yidris is niet hier. En we moeten nog wel wat meer. 80 botten. En we hebben er nu natuurlijk, even kijken, 72. Dus we moeten nog even verder zoeken. Ja, we gaan verder omhoog. Samen met Sin. Waar ben je? Oh, hij loopt niet zo snel. Nou, hij moet maar even rennen. Oh, die spin. Weet je, tegenwoordig ga ik eigenlijk altijd zo. Ik heb gewoon geen zin meer om door die grot heen te gaan. Oh, en hier zo hebben we ook nog een paar veren. Die nemen we ook mee. En dan moeten we eventjes een vraag beantwoorden. Welk wezen loopt 's ochtends op 4 benen, 's middags op 2 en 's avonds op 3? Oké. Een paard, een Pandoriaan, een mens, jij. Nou, laat ik maar zeggen jij, want er klopt helemaal niks van. Dat is niet goed. Oh nee. Dan ga ik Pandoriaan zeggen. Dat is weer niet goed. Ach, nu worden we van de berg af gegooid. Oh jee. Het is dus of een paard of een mens. Maar die snap ik niet helemaal. Laten we zeggen een paard. Weer niet goed. Nou, dan blijft er maar één over, hè? Ja, misschien had ik het oudste raadsel moeten kiezen. Als ik over nadenk, heb je inclusief paard eigenlijk 6 benen. Dus klopt het raadsel eigenlijk niet meer. Wacht, loop maar door. Nee, ik snapte hem ook niet helemaal meer. Nee, inderdaad. Nou ja, na 4 pogingen, we mogen erdoor. Oeh, en hier hangt gelijk weer een vlieger in de boom. Die gaan we meenemen, ook al hebben we er echt al genoeg. Oeh, kijk, hier is die enge plek weer. Maar hier zijn geen items, dus we gaan verder. Het valt een beetje tegen met die items. Ik kan echt niet heel veel vinden. Ja, weer een plant, maar daar hebben we niks aan. Is hier wat? Is dit... Oh nee, dit is weer een plant. Ach, wat jammer dit nou. Wat is dit? Kan ik hier overheen? Gaat dat lukken? Ja. Oeh, nee. Nee, gaat niet helemaal lukken eigenlijk. Maar ik moet die Sin nog steeds naar Yidris brengen. En ik heb geen idee waar Yidris uithangt. Ik denk dat hij hem gewoon gedropt heeft. Dat hij er geen zin meer in had. Dat hij denkt, zoek het uit. Nou, daar zijn we dan. Bij de kraai. We kunnen wel gelukkig nog het een en ander omruilen. Ik hoop dat het genoeg is. Oké, dat was het. Laten we kijken hoeveel we er hebben. Oeh, 85. Yes, dat betekent dat het gaat lukken. Ik ben eigenlijk benieuwd. Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Als ik vanuit deze kant door de grot heen ga. Of ik dan daaruit word gegooid. Ik weet het niet. Gaan we het proberen? Ik ben een beetje bang. Ik weet wel dat als je te ver doorloopt hier, dan komt hij wel achter je aan. Dus ik weet niet tot hoe ver ik dit ga doen. Oh, hier ligt ook nog wat. Oké, we gaan deze pakken. Ja, deze gaan we pakken. Kijk, die spinnen hier. Ik hou niet van spinnen. Oké, ik weet niet of dit een goed idee is eigenlijk. Zullen we teruggaan? Of we gaan gewoon rennen? We gaan gewoon keihard rennen. Kijk wat er gebeurt. Oké, ik heb dit nog nooit gedaan om in het tegenovergesteld... Oh, nee. Ja, dit wordt hem niet. Nee. Het ravijnbeest. Oh, huh? Wat is dit nou? Oh, huh? Ik word gewoon weer teruggestuurd naar de andere kant. Oké, nu zit hij wel achter ons aan.
Oké, dat gebeurt er dus als je tegenovergestelde richting door deze grot race. Oh, nee. Oh. Paard, dit is niet het moment. Oh, je wordt gewoon eruit gegooid. Oh, ik ben nu weer hier. Oké, nou. Nu zijn we er ook uit. Dat gebeurt er dus als je dat doet. Weer wat geleerd. Waar gaan we heen? We moeten nu natuurlijk een stukje terug om terug te gaan. Omdat ik nu wel heel graag dat konijn wil hebben. En ik weet nog steeds niet waar Idris is. Hey, Galloper Thompson loopt hier ook nog steeds rond. Is Sin nou weg? Oh, Sin is weg. Sin is opgegeten door de spin. Oh jee. Nou ja, daar hoeven we ons dus ook niet meer zorgen om te maken. Even kijken. Oeh, hier loopt een pompoen. Of loopt een pompoen. Ik kan ermee praten. De pompoen is bedroefd. Misschien voelt hij zich beter als hij een beetje mee mag op de spookrit. Misschien... Nou, weet je, ga maar met me mee. Prima, loop maar achter me aan. Zoveel mensen willen mee met mij op de spookrit. Wat leuk. Even kijken waar die Galloper Thompson is hoor. Want die ben ik ook een beetje uit het oog verloren. Waar moeten we heen? Volgens mij deze kant op. Even kijken. Ja. Volgens mij moeten we hier heen en hier ertussendoor. Ja, we hebben hem gevonden. Oké, nu gaan we het konijntje krijgen. Nou, ik wil graag het konijn Patches. Ja, omruilen. En hij... Hoor nou. Hij gaat hem maken hoor. Daar komen... En die pompoen die kijkt ook gewoon mee. Ik ben heel erg benieuwd. De vlieger wordt gebruikt. Oeh, wat gebeurt er? Oh, daar staat hij. Het konijntje. Wat leuk. We hebben een konijn gemaakt. Haha, mijn meester zal zo trots zijn. Oh, het is gelukt. Hebben we hem nou? Oh ja, kijk. Patches. Wat is dit? Oh, ik dacht, waar is die nou? Maar hij zit aan de andere kant op de grond. Kijk nou, daar is die hoor. Superleuk. En ook in je rugzak. Oké, echt heel erg geweldig. Maar ik wil eigenlijk mijn drone. Ik wil mijn drone nu nog eventjes hebben. Dus die ga ik nu nog even gebruiken. Maar dit was echt helemaal geweldig. Misschien gaat het me nog lukken om 80 botten bij elkaar te krijgen voor nog de kat. Maar dat weet ik niet zeker. Maar we hebben patches. We hebben patches. Oh, we zijn gepakt door Galloper Thompson. Oh jee, dit gaat niet goed jongens. Oeps. Je voet dat je knieën onder je uitzakken. Je probeert je ogen te openen, maar ze voelen zo zwaar. De laatste gedachte die je hebt voordat alles zwart wordt en verder kon ik niet meer lezen. Waar zijn we? Waar zijn we? Deze spookrit gaat gewoon echt helemaal fout. Eerst wordt Sin opgegeten door een spin. Die spin heeft ons bijna te pakken. Nu zijn wij bijna opgegeten door Galloper Thompson. En ik heb nou echt geen idee waar ik ben. Eerlijk gezegd, ik denk dat we maar gewoon hierheen gaan. Oh, oké. We zijn in ieder geval nog wel op de spookrit. Laten we maar gewoon het pad volgen. Oh jeetje, wat is hier helemaal aan de hand? Er wordt een of ander paard opgeofferd. Oké, we gaan al weg. Ja, het is gelukt. Ik zie de uitgang. Laten we snel weggaan. Ik ben benieuwd of die pompoen hier achter blijft. Laten we er doorheen gaan. En daar zijn we weer. De rit is voltooid. Nou, de pompoen is gewoon achtergebleven. Yes, en metal power is gelijk een level omhoog. Yes. En we hebben ook het konijntje. Kijk, daar staat hij op de grond. Ja, heel erg leuk. En dan was dit gelijk de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Dus zeker een duimpje omhoog en abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei doei!